Met tranen in de ogen hebben een aantal koks van de Prins Hendrik kazerne in Nijmegen hun werk verricht. Die waterlanders zijn te verklaren als men weet dat zij op één dag maar liefst 500 kilo uien moesten schoonmaken. Die uien waren hard nodig omdat het menu voor de hele dag bestond uit ertensoep. 30.000 liter, waarin ook nog andere ingrediënten werden verwerkt. Zoals, noteert u even, 4.000 kilo varkensvlees met kluiven natuurlijk. Verder 500 kilo knolselderie. Een preitje, dat wil zeggen ruim 1500 kilo van deze welriekende groente. En dan vanzelfsprekend erten, 4500 kilo. En een snuifje zout. Al die ertensoep die 's nachts gekookt werd, was bestemd voor de operatie snert. Wat iets anders is dan een snertoperatie. Die soep werd namelijk verkocht ten bate van het Nationale Rampenfonds. En bij de bevolking van Nijmegen viel dit originele initiatief zeer in de smaak. De directeur van het Nationale Rampenfonds, de generaal buitendienst Aanlons, verkocht zelf de eerste koppen soep. Want ook in kleine porties werd de snert aan de man gebracht. Verschillende Nijmeegse firma's hadden de ingrediënten gratis ter beschikking gesteld. De hele bevolking, jong en oud, had op die dag dit typisch vaderlandse gerecht ten bate van het goede doel. De huisvrouwen bestelden de soep bij grotere hoeveelheden. Honderden pannetjes werden er gevuld en keurig thuis bezorgd. Voor het Nationale Rampenfonds bracht deze snertdag enkele tienduizenden guldens op. Voor de Nijmegenaren gold het motto: monden open, dijken dicht.